Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een Action shoplog voor jullie. Ik had weer wat dingetjes nodig en ben weer even naar de Action geweest. En ik ga je laten zien wat ik dan dit keer heb gekocht. Ik heb zo'n volle tas dat ik hem niet eens aan jullie kan laten zien. Zo zwaar is die. Ik vond het op zich wel goed te doen bij de Action. Ondanks dat je nu ook daar wel wordt aangeraden om een mondkapje te dragen. Het is best wel benauwd, maar op zich gaat het prima. Dus het was prima te doen. Maar goed, mocht jij benieuwd zijn naar de spulletjes die ik bij de Action heb gekocht, zou ik gewoon zeggen, ga er even lekker voor zitten. Neem er wat te drinken bij. En kijk dan even gezellig mee met deze Action shoplog. De prijzen zullen zoals altijd weer bovenin beeld verschijnen, zodat je precies weet wat iets heeft gekost. Ik begin dan ook maar met een van de items waarvoor ik naar de Action ging. En dat is deze painting set. Ik wil namelijk in huis wat gaan schilderen en daar had ik wat dingetjes voor nodig. Het is een set met 8 producten. Er zit namelijk een bak bij, een kwastje, 2 houders voor je rollers en dan 3 rollers. Hierdoor kun je dat zien wat erin zit. Ik wil even wat muren opnieuw gaan schilderen omdat ze niet heel mooi meer zijn. Dus toen zag ik deze set. Ik denk, nou, dat is wel handig. Ze hadden ook niet heel veel keuze op het schildergebied. Maar deze set is eigenlijk precies compleet. En ja, er zit eigenlijk alles wel bij. Ook zelfs volgens mij een menghoutje voor je verf. Maar ik had nog verf staan. Dus nou, dan kunnen we binnenkort weer even de muur gaan schilderen. Daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ga het een beetje random laten zien, dus het kan zijn dat dingen een beetje door elkaar heen zitten. Ik doe het maar gewoon even zo. Ik heb ook stickervellen gekocht. Ik heb er volgens mij meer, maar ik kom er nu eerst even 2 tegen. Allereerst heb ik dit stickervelletje gekocht. Dit zijn embossingstickers. Deze zijn in herfststijl. Die vond ik wel heel erg leuk. Je hebt hier wat herfstdieren, een paddenstoel bijvoorbeeld. Een olifant met een trompet. Ook wat teksten zitten erbij. Deze vond ik wel heel erg leuk. En op de achterkant heb je dan ook vosjes. Ik vond het gewoon een heel herfstig thema. Wat wel heel erg past bij de tijd van nu. Er zitten 2 stickervellen in. Dus ja, die vond ik gewoon super leuk. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik ook deze set. Deze vond ik ook wel heel erg leuk. Hier zitten namelijk ook dieren in. Ik zie bijvoorbeeld een kat. Die vind ik wel heel erg leuk. Een paraplu. Ook weer teksten. Gewoon echt wel van alles wat. En dan hebben we deze kant. En hier zie je ook vooral wat teksten. En ook wat bloemen. Ook weer dieren. Ja, gewoon echt heel erg leuk. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan kunnen we dat weer gaan gebruiken bij het bullet journalen. Dan heb ik 2 kerstblokken gekocht. Dit zijn design pads. Dat zijn deze. Ondanks dat ik zelf eigenlijk niks doe aan kerst, vind ik het wel leuk om in mijn bullet journal wat met kerst te doen. En in deze set zitten 24 sheets en 24 designs. Ik vond hem wel heel erg leuk eruit zien. We hadden ook wel een hele grote blokken. Je hebt hier bijvoorbeeld dit soort dingetjes erin zitten. Dan krijg je een aantal. Dan heb je hier bijvoorbeeld wat blaadjes. Goh, dit is altijd wel lastig om te laten zien. Kijk, deze vind ik bijvoorbeeld ook heel erg mooi. Dan heb je ook een aantal van deze. Die kun je bijvoorbeeld ook aan een pakje maken met kerst om weg te geven. Daar kun je een rondje uitdrukken. Die zou je aan een pakje kunnen hangen. Maar ook van deze rondjes zitten erin. Ja, dan heb je gewoon eigenlijk een heleboel blaadjes die geïnspireerd zijn op de kerst. Ik ga er nu een beetje vluchtig doorheen. Maar mocht je het nou leuk vinden om nog eens een keer in zijn geheel dit hele blok te zien, kan ik het altijd in een vlog laten zien. Hier heb je nog meer van die dingetjes voor aanpakjes. Ja, een heel divers blok. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Dan heb ik er nog eentje. Dat is precies hetzelfde, alleen een ander, met andere dingen erin. Kijk, dit soort platen bijvoorbeeld echt heel voor kerst gericht. Volgens mij kun je daar ook wel kaarten van maken of zo. Maar deze vind ik ook heel tof. Weer deze dingetjes. Ik denk dat je die ook wel zou kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld zelf een adventskalender wilt maken. Nou, gewoon weer allemaal bladeren. Weer van die hangertjes voor aan je pakjes. Deze vind ik ook heel mooi. Nou, er zit echt van alles wat in. Dus, oh deze, die wil ik nog even laten zien. Die vind ik ook wel heel erg tof. Kijk, Merry Christmas. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te gaan gebruiken met bullet journalen. Dus ja, twee van deze blokken waar ik wel heel erg blij van ben geworden. Dan heb ik hier ook een embossing folder gekocht. En die is ook voor kerst. Die had verschillende soorten. Ik heb er volgens mij nog ergens eentje onder in de tas zitten. Maar die komen we vanzelf tegen. En deze heeft allemaal kleine pakjes. Op de achterkant staan alle plaatjes vermeld. Ze hadden er niet heel veel bij de Action waar ik was. Maar ik vond deze wel heel erg leuk om te gaan verwerken in mijn bullet journal. Om daar weer blaadjes... ja, mooie achtergrondjes voor te maken voor in mijn bullet journal. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik een stempelset gekocht. En dat is deze. Deze heeft volgens mij ook... Nee, dit is gewoon een setje met allerlei stempeltjes. En op de achterkant zit dan een stempeltje. Die kun je gewoon uitdrukken en dan kun je die stempelen. En ik vond deze wel heel erg leuk. Want die heeft ook een beetje met... theepotjes zie ik. Ik zie een oele latex. Ik zal hem even zo houden. Ik heb pumps gezien. Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende stempeltjes. En ik vond het wel leuk om deze te zien. Ik had diverse soorten, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dus die heb ik ook eventjes meegenomen. Dan heb ik nog iets gekocht waarvoor ik naar de Action ging. En dat is een deurstopper. Ik moest een deurstopper hebben, want... mijn deur die gaat steeds dicht. En dan heb je bij de Action keuze uit de hele basic deurstoppers. Dus die gewoon zilver zijn. Dan heb je er twee. Of je hebt een dier. En ik ging voor een dier. Want ik vond deze kat heel erg leuk. Dus dan kan mijn deur niet meer dicht. En dan heb ik gewoon een leuke deurstopper. Hij is ook echt heel zwaar. Je had een hond en een kat. Ik weet niet of ze nog meer dieren hadden. Maar ik ben dus voor de kat gegaan. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus... dan kan in ieder geval, hoef ik niet meer steeds mijn schoonmaakmiddelfles voor de deur te zetten. Want het staat een beetje armoedig en dan kan ik nu mooi een deurstopper ervoor zetten. Dan heb ik ook weer even twee setjes met hobbykarton meegenomen. En dat zijn deze twee. Ik gebruik deze altijd om op te schrijven, ook in mijn bullet journal om in te plakken. En die van mij die waren er al wel weer redelijk doorheen. Dus ik dacht, nou ik ben nu bij de Action, laat ik gelijk eventjes een setje nieuwe meenemen. En ik heb weer twee kleurenvariaties meegenomen. Dit zijn meer een beetje pasteltintjes en deze zijn wat feller. Dus dat vond ik wel gewoon handig om weer eventjes te hebben. Dan ik weer eventjes verder. Dan heb ik ook... kleine clipjes meegenomen. Dit zijn mini metal clips. En deze kun je ook bijvoorbeeld om een bladzijde van je bullet journal heen klemmen. En dan blijft die open liggen. Want als je bullet journal heel zwaar wordt, dan heeft die wel eens de neiging om dicht te gaan. En die van mij is al redelijk zwaar. Dus nu zag ik deze. Ik vond ze ook wel een beetje in kerststijl. Want ze zijn goud en zilver, groen en rood. Dus ik vond ze een beetje kerstkleuren hebben. Maar het zijn gewoon handige clipjes voor ja, bijvoorbeeld je bullet journal. En ze zitten er 16 in. Dus... nou, daar kan je wel weer eventjes mee voor uit. Dan heb ik anti-slipmatjes gekocht. En ik heb er twee gehaald. Mijn lipstiften die liggen nu helemaal door mijn make-up laden heen. En ze blijven niet goed staan. Dus ik wilde anti-slipmatjes hebben. Het liefst had ik nog die hele gewoon. Dat zijn die... ja, een beetje stoffige anti-slipmatjes, maar die hadden ze alleen maar een hele felle kleur. En ik wilde eigenlijk gewoon wit, omdat het laadje aan de binnenkant ook wit is. En toen zag ik deze. En deze kun je gewoon op maat knippen en die kun je ook afnemen. Dus ik dacht, nou, dan neem ik die wel mee. Ik heb gewoon gelijk twee gekocht. Want ik denk dat ik nog in wel meer laadjes dit wil gebruiken. Er zit 50 bij 150 centimeter op. Dus ik dacht, nou, dat is gewoon handig. En had ik al een tijdje op mijn lijstje staan. Ik wilde ze eerst bij de IKEA gaan kopen als ik daar een keer kwam. Omdat ik niet wist dat Action ze had. Maar ze hebben ze dus wel gewoon. Het is gewoon dus echt ja, een soort van plastic, zeg maar. Dus nou, gewoon handig om te gebruiken. Basic items, scheermesjes neem ik regelmatig mee als ik bij de Action kom. Want die vliegen er ook vaak doorheen. Dus die zijn gewoon handig om even te hebben. Hebben ook geen uitleg nodig, denk ik. Dan heb ik... even kijken hoor. Nog zakjes meegenomen. Ik had ook al een dingetje bij de Aldi meegenomen. En ik heb deze bij de Action ook even meegenomen. Want ik heb nu een heel klein bakje voor mijn GFT-afval. Deze zakjes die mogen ook in de GFT-bak. Nu gooi ik het elke keer leeg omdat er een plastic zak in zit. Maar deze biozakjes mogen daar gewoon in. Dus er zitten er... dit zijn de 5 milliliter en zitten er maar 10 op. Dat is op zich niet zo heel erg. Maar dan kan ik het gewoon proberen. Want ik had er ook wel één bij de Aldi meegenomen. Maar die heb ik ook eventjes meegenomen. Niet heel interessant. Maar nou ja. Dan heb ik een make-up remover doek gekocht. En ik had zelf al een roze. En ik zag nu ook dat ze deze hadden in een groene variant. En ik vind die wel heel erg fijn. Want deze kun je gebruiken met alleen maar water. En ik vond dit wel ja, gewoon handig. Als je gewoon even een keer snel je make-up wil verwijderen. Dan werkt het heel goed met alleen water. En het is ook ja, wat minder pijnlijk. En je kunt ze gewoon wassen. Dus daar heb ik er even eentje van meegenomen. Dan heb ik er even twee tegen elkaar. Want ik had er zelf ook maar eentje. Ja, dan kom ik 2 make-up items tegen en ik heb er nog meer. Allereerst heb ik een lipliner in de kleur crème brûlée, want die had ik nog niet. En die heb ik dus nu meegenomen. Daar was ik al een tijdje naar op zoek en dan heb ik ze compleet. Dus ik heb nu crème brûlée. En daar heb ik de laatste keer ook de lipstick al van gekocht. En ik heb de nieuwe mascara gekocht waar ik ook al naar op zoek was. En dat is deze. Die vond ik ook wel heel erg interessant om uit te gaan proberen. Ik ben wel benieuwd hoe die bevalt. Ik vind de verpakking wel heel gaaf zo met dat goud. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat dit, ja, wat deze gaat doen. Ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. Maar wie weet, hè? Je weet het nooit. Dan kwam ik tegen, 2 bakjes tegen met washi tapes. En deze zitten heel erg leuk verpakt. Hier zitten foil en glitter in. Maar die zitten dus ook wel in een opbergdoosje. Dus hoe mooi is dat? Er zitten 36 tapejes in van 3 meter. En ik heb allereerst deze variant. En hier zitten dit soort tapejes in. Die vond ik wel heel erg leuk. Ook met goud en groen. En groen heb ik ook eigenlijk nog niet echt. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En zijn gewoon heel erg makkelijk op te bergen. Omdat ze dus al in een bakje zitten. Vond ik heel tof. En ik heb nog een variant. En dat is deze. En deze heeft ook wat meer roze tinten en zwart tinten. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus zijn hele leuke bakjes en ja, het is gewoon handig dat het er al in zit. Ik vond ze in ieder geval heel erg tof, dus ik ben er ook heel erg blij mee. Dan heb ik ook nog een aantal schoonmaakdoekjes. En ik heb er volgens mij nog meer, maar zoals ik al zei, alles ligt door elkaar heen. Ik vind deze doekjes gewoon altijd heel erg fijn. Ik heb allereerst deze met een zebra, die vond ik heel erg tof. Ik maak heel veel schoon, als je misschien wel weet als je mijn vlogs volgt. En ja, ik vind deze doekjes heel erg fijn van de Action. Ze zijn gewoon van Spargo. Deze doekjes zijn trouwens ook heel erg fijn om je bril mee droog te maken als je je bril hebt afgewassen. Al raad ik je wel aan om er nog geen, hoe heet het, in te doen. Geen wasverzachter, maar die vind ik wel heel fijn. Dus dat is die. Ik heb ook deze met bloemen meegenomen. Die vond ik ook wel handig. Vond ik er leuk uitzien. En zijn gewoon echt ja, heel erg welkom. Dan heb ik 2 pompjes meegenomen. Nou heb ik laatst al zeepompjes gekocht. Alleen wat ik het handige vond aan deze is dat je hier tot hier het zeep doet en daarna vult met water. En dan wordt het eigenlijk al heel erg... Daar kan ik geen app voor vinden. Dan wordt het eigenlijk al een soort van sopje. Ik heb hier als het goed is ook nog... Oh ja, hier zit er nog één aan. Dit is van Betty. En ja, kijk, als je dit dan gaat mengen, dan krijg je al een heel erg foam schuim, zeg maar. Dus dat lijkt me wel heel erg handig. Ik heb een roze en een zwarte meegenomen. De andere zeepompjes wil ik eigenlijk gaan gebruiken om... desinfectiemiddel in te doen. Zodat ik ook gewoon desinfectiemiddel in de douche heb staan. En ook in de peuken. Zodat ik dat dan gewoon ook regelmatig kan ontsmetten. Maar ik vond deze wel heel erg handig. Deze hebben ze nog niet zo heel erg lang. En ze hebben diverse kleuren. Dus ik dacht nou, voor allebei de kanten dan eentje. En dan heb ik gewoon wel 2 verschillende. Maar dat vond ik op zich niet zo heel erg. Wat vond ik hier tegen? Ja, handschoentjes om mee te schilderen. Ik Ik vind het toch altijd wel prettig om handschoentjes te dragen als ik ga schilderen. Want dat is gewoon net ja, iets fijner. Ik ben iemand die niet heel erg van vieze vingers houdt. Dus dit is wel heel erg handig. Ik was ze eigenlijk nog nooit tegengekomen bij de Action. Maar ik zag ze nu. Dan heb ik even een portemonnee meegenomen. Ik heb laatst voor mijn verjaardag een rugzak gekregen. En daar vond ik het wel handig als er een wat compacter portemonneetje in kon. Want mijn eigen portemonnee die ik dagelijks gebruik, die ik gewoon standaard gebruik, is best wel groot. Maar die vind ik dan net te groot om in dat rugzakje te steken. En ook als ik een dagje weg wil, die wil ik op zich ook niet per se mijn dure portemonnee meenemen. Dus bijvoorbeeld als je een dagje naar een pretpark zou gaan, wat nu natuurlijk helemaal niet kan, maar voor als het weer gaat kunnen, heb ik deze meegenomen. Het is een hele simpele met een knoop en een rits. En daar kun je dan gewoon geld en pasjes in steken en dan hier kun je wat briefgeld in stoppen. Dus die heb ik gewoon even meegenomen, omdat die net iets compacter is en ik vond deze wel heel erg leuk uitzien. Dus die heb ik eventjes meegenomen. Even kijken hoor. Dan heb ik een blush meegenomen, want ook deze was nieuw. En ik heb de Dusty Rose meegenomen. Ze hadden nieuwe blushjes en dat had ik al wel gezien. Alleen ik had ze nog niet gespot en nu zag ik ze. En ik vond deze kleur wel heel erg mooi. Dus misschien is het leuk om binnenkort een keer een volledige look te gaan maken met nieuwe Action make-up. Laat het zeker even weten als je daar interesse in hebt. Dan kan ik dat altijd even gaan inplannen. Dus dat is deze. Volgens mij had je verschillende kleuren. Weet ik niet helemaal zeker. Dan heb ik een matje gekocht voor in de douche. Ik vind het toch altijd wel lekker. Ik had eigenlijk ook een matje voor de wc willen hebben. Maar ze hadden geen gelijke kleur. Dus die kom ik vast nog wel een keer tegen. Je had deze in verschillende kleuren. Het is 50 bij 70. En ja, het is eigenlijk, er staat hier heel leuk een bad op. Die heb ik niet. Maar ik vind het wel gewoon leuk uitzien om neer te leggen in de douche. Omdat het ook gewoon wel lekker is om daar op te gaan staan. En volgens mij neemt deze ook best wel vocht op. En je kunt ze gewoon heel makkelijk wassen. Dus ik dacht, nou dat vind ik wel handig. Je kunt hem op 30 graden wassen. En dan kun je gewoon ook, ja, dat je voeten erop gaan staan. Ik vind nu toch in de winter, of in nu de koudere dagen eraan komen, het wel lekker om, als je gewoon in de douche bent, om ook ja, op zo'n matje te staan. Ik weet niet. Ik vind het ook gezellig staan en het, ja, het staat ook wel gewoon leuk. En ik zag het ook al helemaal voor me als ik dan dit roze bakje daarbij neerzet en dan dit roze matje. Ik zag gewoon een combinatie, dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik ook een bullet journal gekocht. En dit is degene met zwarte blaadjes. Bij Action hebben ze nu een bullet journal met zwart papier. En ik vond dit zo leuk. Ik vind hem ook echt heel erg mooi. Voor het geld wat je voor betaalt is echt een heel mooi boekje. Je had verschillende designs. En je hebt hier dan gewoon zeg maar ook weer wat ideetjes die erin staan. Die zitten er altijd in. Kijk, en hij heeft dan gewoon zwarte blaadjes met witte stipjes. Ik vond het helemaal leuk. Ik dacht, ja, ik wil deze heel graag hebben. Hij was echt heel duur. Het is niet, volgens mij niet heel dik papier hoor. Staat dat er eigenlijk op. 96 blaadjes van 90 gram. Dus ja, ik denk vooral dat het leuk is om te schrijven. Ik moet wel kijken met wat voor pen je dit gaat doen. Ik denk dat wit wel heel erg leuk is. Die heb ik alleen niet. Maar ik ga gewoon wel eens kijken hoe anderen dat doen. Want daar doe je soms best wel goede ideeën van op. Maar ik vond deze gewoon heel erg leuk. Die hadden ze dus nieuw. En ik vond deze, deze voorkant wel gewoon heel erg top. Dus die heb ik ook. Oh ja, ik had dus nog een embossing folder gekocht. En deze heeft dan Merry Christmas erop staan. En een Happy New Year. Die vond ik ook heel erg leuk voor in mijn bullet journal. En ik had eigenlijk voor kerst nog helemaal geen embossing folders. Dus dan heb ik deze nog bij naast diegene die ik je straks liet zien. Super leuk. Dan heb ik nog een item gekocht wat ik ook al eerder heb gekocht. En dat is zo'n serveermandje. Hier kun je dus frietjes bijvoorbeeld in doen. Maar wat ik wel heel erg leuk vind als ik met kerst ga fondue of gourmetten, om hier rauwe frietjes of aardappelschijfjes in te doen. Ik vind het lekker om dat erbij te bakken. En dan kun je ze hier gewoon in doen. Maar het staat bijvoorbeeld ook heel erg leuk als je dit wil serveren. Gewoon met bitterballetjes of ja, wat dan ook. Ik had er al eentje. Ik had er toen eigenlijk een beetje spijt van dat ik er niet twee had gekocht. En nu zag ik ze weer. Toen dacht ik, nou dan neem ik er nog even eentje mee. Want ja, die vond ik gewoon toen super leuk. Even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? oh ja, ik heb dit gekocht. Hij is een beetje gekreukt. Het is eigenlijk een placemat. Het is eigenlijk een placemat voor de kerst. Ik moet gewoon even het boek opleggen. Dan wordt hij weer mooi. Maar ik zag deze helemaal voor me om hier foto's op te maken. Voor ondergrondfoto's voor mijn blog. Dat vond ik helemaal leuk. Voor productfoto's. Hij is roze. En ik dacht, ja, ik zag het gewoon helemaal voor me. Dus ik heb deze gewoon meegenomen. Niet als placemat, maar als ondergrond voor foto's. Dan heb ik nog een washi tapeje. Ik had hier ook twee setjes van. Die andere zit vast nog onderin. Of zie ik hem hier al? Oh, ik heb hem al. Kijk, dat zijn deze. Dit zijn kerstwashi tapejes. Je had eigenlijk 3 varianten. Ze hadden er maar 2. En ik wilde eigenlijk die andere ook heel graag. Dus ik hoop dat ik die nog tegenkom. Maar deze zijn speciaal voor de kerst. Je hebt hier ja, gewoon hele leuke washi tapejes in zitten. Met, ik zie echt de datums erop staan. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ja, er zitten gewoon diverse tapejes in. Dat vond ik hartstikke leuk. En deze vond ik ook heel leuk. Want hier heb je la la la. Ho 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 en schaatsen. Nou, gewoon hele leuke setjes. Echt gewoon heel erg leuk om ook in het bullet journal te gaan verwerken. Ja, dan hebben we ook weer eventjes een basic item. En dat zijn deze 2 glue tape rollers. Die van mij, daar was ik bijna doorheen. En de laatste keer hadden ze niet bij de Action. Dus ik heb er gelijk maar weer even 2 meegenomen. Want die dingen gaan best wel hard. En gebruik ik gewoon heel erg veel. Ook met bullet journalen. Dus ik dacht, nou, dan heb ik er weer eventjes 2. Dan heb ik dit paletje gekocht. En dit is het Casino Queen 8 Color Eyeshadow Palette. Ik vond deze zo leuk uitzien. Hij is dus voor een beetje voor het casino. En hier zitten dus 8 kleurtjes in. Die zien er dus zo uit. Er zit ook een spiegel in. En dit zijn de kleurtjes. Ik vind de kleurtjes heel erg leuk. Ze hebben ook een naam gekregen. Hoe leuk is dat? Diamond Delights. Full House. Lucky Clover. Golden Roulette. Blackjack. Queen of Rouge. Pretty Pokerface of Royal Brown. Ja, ik vond hem hartstikke leuk. Ik dacht, het is gewoon leuk ook om weer te gaan testen op mijn blog. Het is niet dat ik wat met het casino heb, laat ik dat vooropstellen. Ik ben nog nooit in een casino geweest en ik hou ook niet van gokken. Maar ik vind hem in een variant voor oogschaduw wel super leuk. Dus ach ja, die hebben we meegenomen. Dan heb ik ook de lipliner meegenomen, de Hot Kiss, die ik de vorige keer was kwijtgeraakt. Die heb ik nu wel weer gekocht, dus dan heb ik die ook compleet. Ja, dat was vorige keer natuurlijk een heel erg dingetje, maar nu heb ik hem in ieder geval en daar ben ik wel heel erg blij mee. Nou kan ik ook lekker die lipstick gaan testen in combinatie daarmee, dus dat vind ik wel super leuk. Dan hebben we nog een kwastje in de aanbieding, handig voor het schilderen natuurlijk. Dan zit daar ook wel een kwastje in die set, maar die is best wel breed. En deze is even iets smaller voor langs de randjes. Dus ja, het is heel basic, maar ja, nodig voor het schilderen. Nog een basic item, dat is weer eventjes een zwarte wasmiddel van Robijn. Die koop ik eigenlijk altijd bij de Action, dat weet je inmiddels wel als je mijn video's al langer kijkt. En die van mij die was op, dus ik dacht dan heb ik weer eventjes een nieuwe. Of ik had de laatste aangebroken en heb ik weer even eentje op voorraad. Zo werkt het bij mij altijd. Ja, zie ik had nog een doekje en dat was deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk met spikkeltjes erop. Deed me een beetje denken aan een donut of zo. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus die had ik ook nog meegenomen. Oh ja, dan heb ik van deze sponsjes gekocht. Die zijn ook van Spargo. Dit zijn van die melamine power sponsjes. En hier zitten er 1, 2, 3, 5 in. En ik zag ook dat mensen deze gebruikten om bijvoorbeeld hun Snickers weer helemaal wit te krijgen. Maar je kunt ze voor heel veel doeleinden gebruiken. Want je kunt ze ook voor je keuken gewoon gebruiken. En voor te schrobben. En ik heb gehoord dat dit hele goede sponsjes zouden zijn. Dus ik wilde ze wel eens proberen. Dus die heb ik in ieder geval ook even meegenomen. Om gewoon eens even te kijken van is dat wat en kan ik er wat mee. Dat is natuurlijk altijd wel een complete vraag. Maar je weet het niet. Oh kijk eens, nog een doekie. Nou, dit was de laatste. Dan had ik er 4 meegenomen. Deze vond ik ook wel leuk. Nee. We kunnen in ieder geval weer aan de schoonmaken. Daar kun je niks van zeggen. Dan heb ik ook nog een wenkbrauwpencil gekocht. En dat is deze. En ik heb deze in de kleur. Staat dat er niet op? Oh nee, hij is zo gedraaid. Oh nee, 2 soft brown slanted heb ik. Er zit ook aan de achterkant zo'n splie. Dus het lijkt me wel leuk om deze te testen, want dan heb ik eigenlijk iets voor een complete look. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel interessant. Die gaat ook even mee, want die had ik nog niet eerder gezien. Dus ik ga hem ook zeker even testen. Oh ja, dan heb ik iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat zijn make-up remover pads. Maar die kun je dus wassen. Kijk, dit zijn, ja, ze zitten in een zakje. Dit is ook het waszakje. Hier zitten dus, normaal gebruik ik altijd van die wegwerp wattenschijfjes. Maar dit zijn eigenlijk wattenschijfjes die je kunt wassen. Je kunt ze wassen in dit netje. Er zitten er 10 in. Je kunt ze gewoon eigenlijk gebruiken met alleen water, staat hier. Maar je kunt er ook gewoon, hoe heet het, op doen? Gewoon make-up remover. En ik heb er al wel eens bij zitten kijken, bijvoorbeeld bij AliExpress. Maar dan had je er bijvoorbeeld maar eentje. En dan dacht ik, ja, nee, wat moet ik er met eentje? En hier heb je er 10. Dus ik heb gewoon gelijk 2 netjes meegenomen. Want ja, ik gebruik elke dag make-up. Dus die dingen gaan er maar als een malle doorheen. En dan kun je ze gewoon wassen. En dan heb je gewoon weer schone pads. Ik denk trouwens dat ik hier wel een blogreview over wil gaan schrijven. Want ik vind dit toch wel iets om aan te prijzen. Gewoon om te kijken of het bevalt. Ze zijn heel goedkoop. En ja, ik ben hier super benieuwd naar. Dus hier kun je zeker nog wel een reviewtje van gaan verwachten. En ik zal zeker in de vlog laten weten of ze bevallen. Want het lijkt mij wel heel goedkoop. Want ja, het is ook weer beter voor het milieu. Want je gooit nu steeds die pads weg. En als je deze kunt wassen, ja, hoe handig is dat? Dat is hetzelfde als die make-up remover doet bijvoorbeeld. Heel erg leuk. Dan heb ik ook nog een mondkapje meegenomen, want ze hadden maskers bij de Action. Ik heb gewoon even een heel basic zwartje meegenomen. Want ja, mijn mondkapjes die worden gewoon heel snel vies. En oh, ik heb trouwens wel een hele grote mee. Ik had helemaal niet gezien dat er een maat op stond. Oh, ik weet niet eens of die gaat passen, LXL. Zo'n breed hoofd heb ik niet. Nou ja, goed, dan kan ik hem altijd dubbel eromheen doen. Maar dat leek me wel gewoon handig om eventjes een paar extra te hebben. Want maskers, ja, je moet ze tegenwoordig overal dragen. Het is ook gewoon wel handig om in verschillende tassen bijvoorbeeld eentje te doen. Waar je gewoon altijd eentje bij je hebt. Dus alleen ik baal een beetje dat ik de verkeerde maat heb genomen. Maar goed, hij was heel goedkoop. Dus mocht hij niet passen, zou ik altijd in de toekomst, als ik nog een keer bij de Action kom. En we zitten nog steeds in deze pandemie. Nog een kleintje kunnen meenemen. Heb ik even niet opgelet. Nog een item wat we nodig hebben bij het schilderen. Dat is een plastic cover sheet. Die kun je op de vloer leggen. Zo knoei je niet op je vloer. Dus dat lijkt me wel handig. Ik had eigenlijk ook het liefst nog zo'n heel schilderpak willen hebben van plastic. Maar die hadden ze niet. Deze is 20 vierkante meter, 4 bij 5 meter. Dus nou, prima voor in mijn gang. En ik dacht, nou, dat vind ik wel even heel fijn om te hebben. Want ja, je weet gewoon dat het er anders gaat druppen misschien. En dan is mijn vloer in ieder geval beschermd. Ja, dan heb ik 2 items. Hier ben ik heel blij mee, want ze hadden nieuwe aqua markers. En ik heb 2 sets meegenomen. Het zijn nieuwe kleuren, nieuw colors en nieuw storage systeem. Hier zitten er ook al 30 in. Dus je hebt 30 van deze. Het zijn inderdaad hele andere kleurtjes als die ik had. Want ik heb laatst een lijst gemaakt en dit zijn echt wel hele andere. Dus dat zijn deze met roze. Heel erg leuk. Dus die gaan weer lekker erin. Maar dit is gewoon dus 1 vaste bak al. Je kunt ze op elkaar stapelen. Want je hebt dus 2 sets. En ik heb ook de oranje meegenomen. En dat zijn dus deze. En ja, het zijn gewoon helemaal nieuwe kleuren stond erop. Dus ja, nieuw colors en nieuw storage systeem. Dus nou, dat zijn deze. Dus ik ben heel erg benieuwd hierna. Die kun je gewoon met water gebruiken dus, en gewoon mee kleuren. Dus ja, ik vond het wel leuk dat ze nieuwe kleuren hadden. En dat hebben ze dan nu wel handig opgelost door gewoon 2 van deze. Dus ja, best wel tof ook. Even kijken. Ik zal even de laatste items uit de tas vissen. Want we zijn er bijna doorheen. Dan heb ik nog eventjes nieuwe onderzetters meegenomen. Ik wilde heel graag nieuwe onderzetters hebben. En ik vond deze heel erg leuk met marble look. En ik heb ze in het zwart en in het wit. Voor de afwisseling heb ik ook een setje met witte genomen. Vond ik heel erg leuk. Dus ik heb gewoon deze combinatie Ik vond het ook moeilijk kiezen, dus ik dacht, nou, dan doe ik ze gewoon allebei. Er zitten 4 onderzetters in, is ook niet zo heel veel, dus nu heb ik weer even 8 onderzetters. En daar kan ik wel weer even vooruit en die gaan we gewoon leuk neerzetten. En het allerlaatste wat ik heb gekocht, dat zijn 3 metallic lipsticks. En dat zijn deze, die zag ik ook, die waren ook nieuw. En staan er ook kleuren op. Het is een Color Sensational, staat erop. Metallic lipstift. Ja, ik vond het wel heel interessant. Er staan alleen geen namen op, dus je kunt alleen de kleuren zien. Dat is deze en die geven dus als goed is een hele metallic finish. Ik heb toen een soort metallic lipstick gehad van de Essence en die vond ik zo mooi. Alleen die is helaas niet meer te koop. Dus ik heb nu een soort roze variant. Ik heb een gouden variant. Denk ik. Ja, je kunt het echt wel zien als ik ze natuurlijk ga reviewen. En ik heb deze. En dit lijkt een beetje soort zilverachtig. Maar dat gaan we wel zien. Misschien is dit wel een beetje te heftig. Maar ze hadden 3 kleuren. Ik vond het toch wel leuk om ze alle 3 te gaan proberen. Dus die heb ik dan ook nog even meegenomen. Ja, en natuurlijk, ik was weer een tas vergeten. Dus de nieuwe kersttas is ook mee naar huis gegaan. En nou ja, die had ik dan ook even meegenomen. Maar goed, in ieder geval, ik heb weer een hele grote buit, al zou ik het zo zeggen. Nou, dan was dit hem weer, de Action Shop vlog. Ik heb echt wel heel veel spulletjes meegenomen, maar ik had ook echt wel wat dingetjes nodig. Ja, weet je, en net wat ik altijd zeg, altijd als ik bij de Action kom, haal ik gewoon meer. Omdat ik er gewoon niet zo heel vaak meer kom. En omdat ik hem niet zo makkelijk in de buurt heb. Dus meestal sla ik wel even wat in. En vooral nu in deze tijd, je gaat ook niet zo makkelijk naar een winkel toe. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij met de dingen die ik heb gehaald. Sowieso met de verse spullen, want nu kan ik lekker gaan schilderen. Want dat wilde ik al echt weer een tijdje gaan doen. En ik ben eigenlijk ook zoals naar die remover pads, ben ik gewoon heel erg benieuwd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer heb gekocht. Laat het zeker eventjes weten. Zijn er nou nog dingen waarvan je bijvoorbeeld meer wil weten? Misschien over de stiften of over de make-upjes. Laat het dan ook gewoon zeker even weten bij de comments. Want ja, dan kan ik er altijd wat meer aandacht in besteden. Of in een aparte video of eventueel in een vlog. Alles is mogelijk. Dus als je vragen hebt, laat ze gewoon weten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer super leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga deze hele spullen nu netjes een plekje geven. En nou ja, ben jij nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook het belletje aanzetten. Daar krijg je dan een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon eigenlijk bij je volgende video weer te mogen zien. Doei!